Welkom bij Barbecue Brommer. Mijn naam is Rinus Poot en elke zondagmorgen om 9 uur probeer ik jullie een beetje inspiratie te bieden rondom de barbecue. En vandaag maken wij een steak sandwich van de Lakenvelder ribeye op smaak gebracht met koud gerookt zout en peper. Barbecue is what we do. En na een eindje rijden zijn we aangekomen op deze fantastische locatie, een bosrijk gebied aan de waterkant, waar we natuurlijk meteen de barbecue aan gaan steken. Zo, die kant dicht. Die daar zo. Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, zit ik ook gedurig op TikTok. En dan maak ik hele leuke video's van 1 minuut. Slaat best aan, ga er maar eens kijken. Maar daar heb ik ook weer iemand leren kennen en die vertelde mij wat. Hij vond het toch lekker om zijn steak lekker in de boter te bakken. Ik heb het eigenlijk nog niet eerst gedaan, dus dat wil ik vandaag een keer gaan proberen. Dus niet grillen, ja wel grillen, maar in de boter met olie. Dus dat is een mooie combinatie om een kwastje erop te krijgen. En dat is dus wat we vandaag gaan doen in een skillet. Zo, dan gaat gelijk die pan erin. Die kan dan even opwarmen en we zitten ongeveer rond de 150 graden voorlopig even, want ik wil hem eerst rustig opwarmen. Ik heb hier trouwens een hele mooie steak voor gekregen van meatmarket.online, een ribeye. En dat is zeker een hele mooie, die gaan we nu even van dichtbij bekijken. Deze Lakenvelder ribeye weegt ongeveer 300 gram. Hij is door de jongens zelf gedry-aged en is een Nederland-Belgisch ras. En dus eigenlijk heel mooi gras gevoerd. En net zoals de meeste mensen vinden wij natuurlijk alleen peper en zout al genoeg voor een steak. Maar ik mis, omdat we dus in een pan gaan bakken, wel een beetje de rooksmaak. Maar daar heb ik wat voor bedacht. Nou heb ik dus zeg maar zout gerookt, koud gerookt. En dan gaan we dus nu even naar kijken hoe ik dat gedaan heb. Maar daardoor krijg je dus wel die rooktint in je ribeye. En om het zout te kunnen roken zijn dit de benodigdheden die we nodig hebben. Dat is een zeef, een rookgenerator, rookmot en zoutvlokken natuurlijk. Dan vullen we maar gelijk de rookgenerator en steken we het vaccinelichtje aan. En als dus het rookmot begint te smeulen, mag je hem dus in je barbecue zetten. En in mijn geval is dit een rookkastje. Deze rookgenerator rookt ongeveer 10 uur en dat heb je ook echt nodig om je zout te kunnen roken. Gedurende dit proces probeer je eigenlijk elke 2 uur al het zout even om te schudden, zodat je alle vlakken raakt. En na het roken heb ik hem 24 uur op keukenpapier laten liggen, want hij werd bij mij een beetje vochtig en hij krijgt dan een zachtere smaak. Dan gaat er eerst een snufje peper overheen. Die druk ik iets aan dat die vast komt te zitten. Dan gaat er gelijk maar een snufje van dat gerookte zout overheen, wat je overigens prima kan gebruiken voor allerlei recepten om een rooktintje te geven. Even kijken, ja dit gaat goed. Oh ja, vinden jullie het nou leuk dat ik aan het doen ben? Abonneer dan even op mijn kanaal en dan zie ik jullie graag volgende week weer terug. En iets met zo'n belletje. Ben jij de eerste? Zeggen ze dan. Maar misschien wat later. Maakt mij niet uit. Kom gezellig even kijken. De pan staat mooi op temperatuur, dus er kan er gelijk wat olie in. En dan gaat gelijk zometeen de ribeye erin. Goeie scheut olie. Ik kan het even lekker opwarmen. Blijf trouwens zeker even hangen. We gaan nu dus even de ribeye grillen. Maar straks gaan we ook heerlijke tomaatjes erbij doen. En we maken er een heerlijke sandwich van. De skillet staat ongeveer op een temperatuur van 180 graden. Dus blijf zeker met die ribeye heen en weer dansen over die olie heen. Probeer alle kanten te raken. Zo krijg je dus in ieder geval niet dat hij verbrandt en krijg je een egalere garing. Wees in ieder geval goed voorzichtig, want je hebt zo je vingers verbrand. En als je zo'n mooie dikke steak hebt, dan mag je gerust de zijkanten helemaal meegrillen. Want hoe meer karamellisering, des te meer smaak. Dan gaan we meteen maar even goed kijken hoe die eruit ziet. En de kleur vind ik eigenlijk al perfect. Dus we gaan nu de boter er weer in gooien. Laat je boter lekker even smelten en leg vervolgens de ribeye er midden in. Dan heb je natuurlijk die lepel nodig die ik net benoemde. En lepel je eigenlijk de boter continu over de steek heen. En blijf je die steek maar draaien. Zodat hij niet verbrandt en hij rondom in het vet gebeest wordt. Dan kan de ribeye even rusten, want die zit rond de 49 graden. En gaan we over op de volgende stap. En omdat we een sandwich gaan maken en onderop wil ik een heerlijke mooie tomatensaus hebben, grillen we ze even in die warme boter. En wees heel erg voorzichtig, want door het vocht in de tomaat spat de huid los en dat willen we juist, maar dit geeft wel heel erg veel gevaarlijke spetters.
Ondertussen heb ik dus de huid van de tomaatjes afgeplukt en die gaan we nu nog beter op smaak brengen. We willen natuurlijk de smaak niet wegnemen van het rund, daarom gebruiken wij niet een overmatig rubje. De gewone SPG is voor dit eigenlijk al helemaal prima. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij loopt het water al aardig uit bij bakkers. Dan snijden we ondertussen mooi even de ribeye in plakjes voor op de sandwich. Ja, dan wil je natuurlijk ook alleen de steak even geproefd hebben. Jeetje. Een hele mooie typerende rundsmaak. Super mals. Je proeft die boter echt terug. En ook dat korstje is heel lekker. Een lichte rooksmaak. Ja, die is echt verrekte lekker. Dan gaan we gelijk maar verder met die lekkere steak sandwich. En dan vind ik het lekker om bovenop de rucola, die ik eigenlijk op die tomatenpuree heb neergelegd, een beetje White Alabama te doen. Het mooiste is natuurlijk om, als je zoiets aan het bouwen bent, om van allerlei lekkere dingen bij elkaar te gooien. Maar probeer dan alles wel een beetje in balans te doen. Een hele mooie rundsmaak zoals we nu aan het creëren zijn, in samenwerking met een frisse Alabama en een groot zoutje en natuurlijk die bruschetta, is overheerlijk. En kijk, daar is hij dan, die overheerlijke steak sandwich. Ja jongens, dan zit het er weer op voor deze week. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Ik zie jullie graag volgende week weer terug. En net als elke week zeg ik dan, hashtag verrekte lekker in het bos. See you next time. Same barbecue time. Same barbecue channel.